Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. En de video van vandaag wordt iets wat ik al heel lang heb willen doen. Namelijk een video waarin jullie, ja jullie daar, kunnen bepalen hoe mijn dag eruit ziet. Ik heb dit concept echt al bij meerdere mensen voorbij zien komen. En ik vond het echt super leuk om naar die video's te kijken. Dus ik dacht, weet je, laat ik het zelf ook maar een keertje doen. Dus ik heb deze dag helemaal vrijgemaakt. Speciaal voor deze video. En ik heb op Instagram, in mijn Instagram stories, verschillende polls geplaatst. Zodat jullie kunnen bepalen hoe mijn dag eruit gaat zien. Ik moet je wel zeggen dat het geen extreem rare dingen zijn. Want ik heb video's gezien waarin iemand een tattoo ging laten zetten. Dat ga ik niet doen. Dat vind ik een beetje too much. Maar ik heb wel andere leuke dingen bedacht. Dus ja, mocht je benieuwd zijn hoe mijn dag vandaag eruit gaat zien, kijk dan vooral verder. En doe alvast dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we maar met mijn dag beginnen. Het eerste wat jullie mogen bepalen is mijn ontbijt. En 62% heeft op een fruitsmoothie gestemd. En de overige 38% heeft op een broodje ei gestemd. Nu is het zo dat ik helemaal geen fruit in huis heb. Nou ja, een paar bananen, maar daar kan ik niet echt een smoothie mee maken. Dus ik ga even op het internet op zoek naar een recept voor een lekkere fruitsmoothie. En dan ga ik even naar de supermarkt. En dan ga ik pas mijn ontbijt maken. Op Pinterest zie ik echt verschillende recepten voor een fruitsmoothie. Maar ik heb werkelijk geen idee waar ik zin in heb. Alles ziet er zo lekker uit. Ja, ik denk dat ik gewoon naar de supermarkt ga en gewoon kijk waar ik dan zin in heb. En dan maak ik daarvan wel iets lekkers. Dit is mijn, ik ga naar de supermarkt outfit. Ik heb deze sweater aan van de Primark. En dan heb ik hieronder mijn legging die ik aan had tijdens het slapen. En mijn Skechers. Na het ontbijt ga ik mijn outfit changen. Maar dit is gewoon even snel een boodschappen outfit. Ik ben weer thuis en eigenlijk heb ik niet zoveel gehaald. Ik wilde in eerste instantie heel veel vers fruit kopen. Alleen vers fruit is best wel duur. Zeg maar als je aardbeien of zo wilt. Dus ik dacht ik haal gewoon fruit uit de vriezer. Dus ik heb hier mango stukjes, aardbeien. En dan heb ik ook nog amandelmelk gekocht om het wat vloeibaarder te maken. Dus ik heb deze combinatie nog nooit gehad. Dus ik ben benieuwd of het wel lekker is. En ik had thuis nog havermoutvlokken. Dat ga ik er ook in doen. En dan hebben we ook nog bananen. Maar die had ik hier nog liggen. Dus ik ga hiermee gewoon een creatie maken. Kijken of het lekker is. Zo niet, dan heb ik pech gehad. En als het lekker is, is het mooi meegenomen. Dit is mijn smoothie. Hij ziet er kleurrijk uit en matcht lekker met mijn t-shirtje. Ja, ik ben benieuwd of hij lekker is. Oké, hij is heel koud. Ik moest er wat extra amandelmelk bij toevoegen omdat hij niet zo vloeibaar was. Maar doordat ik best wel wat amandelmelk erin heb gedaan, proef ik de fruitsmaak niet heel erg. Ja. Ik vind hem chill. En net met de hoeveelheden, ik deed gewoon alles op gevoel. Zo maak ik altijd eten. Doe het gewoon met gevoel. Ik ga natuurlijk niet de hele dag in deze outfit rondlopen. Dus het wordt tijd om me te gaan omkleden. En toevallig gaat mijn tweede poll ook over kleding. De vraag is, wat voor kleding ga ik aandoen? 72% heeft gestemd op kleding van mijn huisgenoot en 28% heeft gestemd op mijn eigen kleding. Ik ben nu in de kamer van Sarah. Ze is op dit moment niet thuis, maar ze weet dat ik dit misschien ging doen. Nou, Sarah, hi, ik ben bij de kast. Nou, we gaan geen jurk dragen. Ik denk dat het vandaag wel wat frisjes is. Een blouseje kan altijd. Even kijken, wat gaan we doen? Ik vond deze van haar altijd heel erg leuk. Ik denk dat ik een keuze heb kunnen maken. Ik ga namelijk deze trui aandoen. En ik ga ook een paar schoenen van haar lenen. Ik denk dat ik deze wil dragen. Ik zie Sarah hier niet heel vaak mee lopen. En ik vind ze best wel leuk. Even kijken wat ze voor de rest nog meer heeft. Deze heeft ze altijd aan. Weet je, ik ga gewoon voor deze. Plannen veranderen. Ik doe deze. Volgens mij zijn dit
Sarah, haar favoriete schoenen. Mijn excuses, Sarah. Deze staan een stuk beter bij mijn outfit dan die grijze. Dus we doen dit. Nu ik mijn outfit aan heb, wordt het tijd om mijn haar te doen. 67% heeft voor krullen gestemd. En mijn haar is op dit moment stijl. Dus het wordt maar tijd om het te gaan krullen. De krultang die ik gebruik is van het merk T3 of T3, hoe je het ook uitspreekt. En deze gebruik ik altijd. En ik heb verschillende opzetstukken. En dit is het opzetstuk die ik de laatste tijd altijd gebruik. Iets later, ik moest nog even wat dingetjes doen die ik eigenlijk vergeten was om te doen. Ik moest namelijk nog een video filmen, dat heb ik dus zojuist gedaan. Wel met deze outfit aan natuurlijk. En ik moest nog een wasje draaien, dus dat heb ik tussendoor eventjes gedaan. Maar straks ga ik op pad en wat ik dan allemaal ga doen, zullen jullie vanzelf merken. Ik ben nu nog thuis, maar niet voor lang meer, want ik ga zo naar de Starbucks. Ik kan me eventjes niet meer herinneren wanneer ik er voor het laatst was. Maar ik heb aan jullie gevraagd of ik mijn normale bestelling straks moet doen bij Starbucks. Of iets moet bestellen wat ik nog nooit eerder heb besteld. 94% zegt dat ik iets nieuws moet nemen. En maar 6% gaat voor mijn standaardbestelling. Misschien kennen jullie mijn standaardbestelling al, misschien niet. Maar mijn standaardbestelling bij Starbucks is caramel macchiato met sojamelk. En omdat ik vandaag Sarah's kleren draag, moet ik natuurlijk ook wel een van Sarah's jassen aan. En dit is de complete outfit. Ja hoor, daar hebben we al mijn grote liefde. Ja, ik ga toch een van die tea lattes nemen. Ik zit op het balkon bij Starbucks alleen. Er is letterlijk niemand hier. Iedereen zit binnen. En ik denk, ja, ik ga lekker op het balkon zitten. Nee, maar jullie willen vast wel weten wat ik heb genomen. Ik heb een rooibos. Wat was dat nou? Iets met apple, nog iets rooibos. Dus een van die tea lattes. Het ruikt inderdaad naar rooibos. Maar waarschijnlijk is het nog heel erg heet. Ik vind het wel lekker. Ik proef nog niet heel veel, want ik heb nog niet een heel groot slok genomen. Ik heb tot nu toe nog geen spijt van deze keus. Zo ziet de bovenkant eruit. En dit is de afkorting van de bestelling. Mijn drinken is nog lang niet op, dus ik zit hier nog wel even. Maar de klok heeft net 12 uur aangeslagen. En vaak lunch ik om deze tijd. Dus ja, straks wordt het weer tijd om lunch te gaan zoeken. En jullie konden kiezen of ik vandaag KFC of McDonald's ga eten. En merendeels heeft voor McDonald's gestemd. Dus dat moet ik maar gaan halen. Ik wilde eerst iets healthies of zo doen, maar het is best wel lastig om dat in de stad te halen. Want als ik in de stad ben, heb ik vaak de neiging om gewoon iets ongezonds te halen. Ik heb ook wel eens het dilemma gehad, ga ik nou naar de KFC of ga ik naar de Mackie? En jullie hebben voor mij gekozen, dus ik ga naar de Mackie. En eerlijk gezegd ben ik echt al heel lang niet meer bij de Mackie geweest, dus ik ben benieuwd wat ik ga bestellen. Ik zal gelijk even vertellen wat ik na de lunch ga doen. Jullie konden uit twee dingen kiezen. Of ik ga shoppen, of ik ga alleen naar de film. En ik heb echt heel veel stemmen gekregen om te gaan shoppen. Dus ja, jullie hebben besloten. Ik ga straks lekker shoppen. Ik weet niet of ik echt daadwerkelijk heel veel dingen ga kopen. Maar ik ga sowieso wel winkels in, dingen passen, kijken of ik iets leuks kan scoren. Maar aan de andere kant leek het me ook wel heel erg leuk om alleen naar de film te gaan. Puur omdat ik dat nog nooit in mijn leven heb gedaan. Maar ja, dat is ook wel saai om te filmen. Dus ik snap wel dat jullie mij liever zien shoppen. Oké, plannen veranderen. Ik wilde dus net naar de McDonald's. Maar het was echt mega vol. En ik had zo geen zin om in de drukte daar te zitten. 1. Ik moest dan in mijn upje lekker gaan zitten eten. En 2. Ik moest dan heel awkward tussen al die mensen gaan vloggen. Dus ik ga eerst even shoppen. En daarna ga ik bij mij in de buurt gewoon naar de McDonald's. En dan ga ik gewoon thuis
mijn lunch eten. Een beetje later lunch, maar hey, beter laat dan nooit. Jullie hadden ook heel vaak aangevraagd of ik in deze video ook een mini pashokje shoppen wil doen. Nou, dat is waar ik ben. In een pashokje. Ik zag dat een paspop dit aan had en bij haar stond het heel erg leuk. Maar ik weet bij mezelf niet wat ik er per se van moet vinden. Het is leuk dat het hier zo bloot is, alleen ja, oh mijn gulp. Alleen ik heb niet echt een hele hele platte buik. Maar ik vind hem wel gewoon cute. Ik ga hem niet nemen omdat ik weet dat ik het toch niet ga dragen. Maar ik vind het wel heel erg leuk uitzien. Hij is trouwens 13 euro. Volgens mij moet hieronder nog een ander jurkje. Want hij is ook open. Ik hou niet echt van die strakke jurkjes die je hieronder aan kan doen. Wat wel leuk is. Als je dit combineert met een badpak of bikini. En dan dat je dit er vervolgens overheen doet. Dan hebben we dit jurkje. En deze is 13. En ik heb... zoals de rest van de items hier ook weer gemengde gevoelens over. Het patroontje vind ik leuk. Alleen ik voel me een beetje zoutzakkerig over. Ik weet niet waarom. Omdat het niet echt per se vorm heeft. En als ik dit raadje losmaak dan hangt het zo. Aan de ene kant wil ik hem wel nemen. Maar aan de andere kant heb ik al een jumpsuit die hierop lijkt. Ook met streepjes. Alleen is hij dan geel. Nee, ik neem deze niet puur omdat ik al een soortgelijk iets heb. Deze jurk vind ik oprecht heel erg leuk. Het geeft me ook echt zo'n tropische vakantie vibes. Lekker binnen showen. Ik was eigenlijk van plan om niks te gaan kopen. Maar ja, jullie hebben mij eigenlijk geforceerd om te gaan shoppen. Wat ik niet erg vind. Maar ik denk dat ik deze ga halen. Had ik al gezegd hoe duur die was? Hij was 17 euro. Ik vind het wel genoeg geweest. Ik moet echt even op mijn portemonnee letten. Ik zag wel leuke dingen bij de Bershka. Maar ja, dan ben ik weer zo'n persoon die alles gelijk wil kopen. En ik had even geen zin om in een hele lange wachtrij te staan voor de paskamers. Maar ik ga nog wel even door de stad lopen. En dan ga ik straks richting huis. Ik ben weer thuis. En elke McDonald's is echt bomvol. Wat hebben mensen met Mackie? Echt... waarom is het zo druk? Oké, het is wel lunchtijd. Maar hey, waarom belachelijk? Iedereen zit aan de junkfood. Maar oké, ik heb eten gehaald. En dan ga ik met jullie delen. Oké, zoals ik al eerder zei, ben ik al heel lang niet meer naar de Mac geweest. Dus ik heb dingen gehaald die ik ook al heel lang niet meer heb gegeten. Of gedronken. We hebben hier als eerst een smoothie. Dit is de mango smoothie volgens mij. En deze... nam ik vroeger altijd. Dan heb ik chicken nugget. Ik heb echt zo ontzettend veel gehaald. Niet normaal. Dan hebben we een McChicken. Frietjes. En saus. Ik dacht ja, als jullie toch hiervoor hebben gekozen. Dan ga ik ook echt er extreem voor. Waar zal ik mee gaan beginnen? Ik denk een kipnugget. Want die heb ik zo lang niet gehad. Wat ik van een vriendinnetje heb geleerd is. Je doopt eerst je kipnugget. In de zoetzure saus. En vervolgens dip je hem ook in de mayo. Dit is een goede keus. Ik denk dat ik hierna echt helemaal proppie vol zit. Zo. Mijn eten is op. Ik heb alleen nog een beetje drinken. Ik ben altijd echt een trage drinker. Maar het is nog best wel vroeg. Het is nog pas 2 uur. Ik denk dat ik een heel klein beetje vals ga spelen. En dat ik de rest van de middag wat huishoudelijke dingetjes nog ga doen. En dat jullie dan in de avond weer de rest kunnen bepalen. Dus, dan zien jullie mij straks weer als het tijd wordt voor avondeten. Jullie hadden net kunnen zien dat ik zojuist eten heb besteld. De reden waarom ik dat heb gedaan is omdat jullie... daarvoor hebben gekozen. Als hij scherp stelt. Hallo. 63% van jullie heeft op iets bestellen geklikt. In plaats van koken. Dus ja, vandaar dat ik dus eten heb besteld. Ik wil ook best wel gaan koken. Maar ja, de keuze is natuurlijk aan jullie. En ja hoor, het eten is binnen. Dit is oprecht mijn favoriete pizza van Domino's. Dit is de chicken
Supreme of zo, iets in die richting. En omdat het vandaag een speciale dag is, a.k.a. dat ik deze video aan het opnemen ben, heb ik ook nog een toetje erbij besteld. Ik ben normaal gesproken niet echt van de toetjes, maar dit is toch een partijtje lekker. Dit is kaneelbrood. Dus ja, hier ga ik even goed van genieten. Het eten is op. Het was heerlijk. Nou, ik hoef voorlopig geen junkfood meer, want twee keer op een dag junkfood eten is wel een beetje too much. Maar hey, ik heb nog één vraag aan jullie gesteld. En die vraag gaat over wat ik vanavond moet doen. Jullie konden kiezen uit sporten of lekker lui op de bank liggen en Netflixen. En stiekem hoopte ik dat jullie voor sporten zou kiezen. Want ik ben echt al heel lang niet meer naar de sportschool geweest. En ik wilde eigenlijk wel gaan. Maar ja, jullie hebben daar helaas niet voor gekozen. Want met namelijk 59% heeft lui zijn en Netflixen gewonnen. Nou, ik ga vanavond lekker How I Met Your Mother kijken en voor de rest, ja, ga ik gewoon lekker chillen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe vooral dat duimpje omhoog en mocht je dit vaker willen zien, misschien met andere activiteiten of andere suggesties, laat het dan hieronder in de reacties weten. En laat ook gelijk weten wat jij graag wilt zien dat ik op een dag ga doen. Ik ben benieuwd naar jullie suggesties. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!